worden geschoten in het klaslokaal bij meester Silvius. We waren in shock. Wat was er aan de hand? Al vrij snel werd duidelijk wat er speelde. Een paar honderd meter verderop, bij de grens, daar hadden terroristen, linkse RAF-terroristen, geschoten op douaniers. Er zou blijken dat er twee douaniers het leven hadden gelaten. In de klas leidde dat meteen tot discussies, want meester Silvius legde de les onmiddellijk neer. Veel meer van die aanslag, die bekende aanslag, zal mij niet bijblijven, omdat de media in die tijd nog heel anders waren. Er waren maar een paar televisiezenders, maar een paar radiozenders en wij, het publiek, wij waren de ontvangers. Wij ontvingen alleen maar de berichten van anderen. Nogmaals, goedenavond dames en heren. Het tijdperk van de zenders. Nergens werd dat beter verbeeld dan in het Tate Modern Museum in Londen. Daar staat de Toren van Babel van Childo Merellis. En wat je daar ziet, dat is het beeld van blerende radio's opeengestapeld. Dit is een kunstwerk dat wat mij betreft onmiddellijk van een moderne kunstmuseum naar een oudheidkundig museum verplaatst kan worden. Tegenwoordig is iedereen niet alleen maar zender, maar ook ontvanger geworden. Dit kunstwerk had moeten bestaan uit laptops, uit smartphones. Dit had een toren van Babel moeten zijn van zenders en ontvangers. Mijn kinderen die vragen me wel eens, was er nou vroeger minder terreur dan nu? Dan is mijn antwoord steeds, nee, volgens mij was er vroeger waarschijnlijk wel meer terreur. Ik heb niet alleen die terreuractie meegemaakt bij de grens in 1978. Ik kan me ook nog heel goed de aanslagen op de Olympische Spelen in München herinneren, waarbij Israëlische atleten werden vermoord door terroristische Palestijnen. Ik kan me ook nog herinneren dat de Molukse treinkapingen plaatsvonden. En dat was allemaal buitengewoon heftig. Met één groot verschil. In die tijd was er veel minder aandacht voor in de media. Kregen de terroristen ook veel minder aandacht. En die aandacht, daar is het die terroristen heel erg om te doen. Daar worden ze in bediend. En als er nou één reden is waarom ik nog wel eens terugverlang naar de tijd van de klas van meester Silvius, dan is het daarom. Wat minder aandacht voor de terrorist.